Hallo, ik ben David de Schutter. Ik heb gestudeerd aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en ik ben in 2003 afgestudeerd als bio-ingenieur in de scheikunde met de optie levensmiddelen. Ik heb daarna gedoctoreerd in de bierbrouwerij. En vandaag werk ik bij AB InBev, de grootste brouwer ter wereld. En ik sta daar aan het hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling, waar we verantwoordelijk zijn voor nieuwe innovaties in producten, verpakkingen en meer duurzame processen. Nou, dat is interessant. Een kast met oude reliquieën. Ik herinner mij nog mijn eerste practicum scheikunde. Was een student naast mij. Die begon met pottekens te spelen. Ineens kwam er allemaal rook uit. Ik heb mij eigenlijk een beetje verwijderd. En heb het hem laten oplossen. Er is niks in brand gevlogen, maar ik had toch wel een klein schrik-effectje. Hier komen we eigenlijk aan waar dat vroeger de bar of de pauzeruimte was. En nu is hij verhuisd naar een ander gebouw, maar toen stond daar Maria. En Maria was een hele lieve vrouw, een beetje een tweede moeder voor iedereen die daar heel vaak kwam. En die daar een soepje kwam nuttigen of een koffietje kwam nuttigen. Wil je zelf ook de unieke sfeer van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen nog eens beleven? Dan is nu je kans, want in 2025 viert KU Leuven haar 600-jarig bestaan. Op 15 en 16 februari krijg je de kans om het baanbrekend onderzoek van de KU Leuven nog eens mee te maken bij KU Leuven Insight. Onder andere kan je de grootste bananencollectie ter wereld bezoeken. Of kan je met eigen ogen zien hoe plantenresten worden omgezet in een duurzaam alternatief voor aardolie. Of je kan ook de proefbrouwerij bezoeken van onze bierwetenschappers. Te veel om op te noemen, kom zeker eens langs. KU Leuven Insight is het startschot van 600 jaar KU Leuven. Het hele jaar door is er veel te doen in en om Leuven. Dat gaat van wandelingen tot tentoonstellingen, concerten, poëzie, noem maar op. Wil je zelf de alma mater nog eens herontdekken? Surf dan zeker naar kuleuven.be/600 en stel zelf je programma samen. En wie weet, zie ik je dan.